En inmiddels was mijn vriendin ook al aangekomen. Dus toen zijn wij samen onze kinderen gaan halen. Ja, en dan zeg je toch meteen, jongens, er is iets heel ergs, papa is dood. En ja, dan, ja, wat er dan gebeurt is gewoon heel heftig. Ik schiet er gewoon vol van, dit had ik niet verwacht. Ja. Ik dacht dat ik na 10 jaar het allemaal een plekje had gegeven, maar toch merk ik nu dat het opnieuw beleven wel weer heel heftig is. Ja.